Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Ed in de Weer. Dit keer staan we in Wageningen. Dan gaan we een bezoek brengen aan Meteo Consult. En Renier van den Berg gaat ons daar een rondleiding geven. Gaat u mee? Ja, ze is nog aan de telefoon. Oké. Hallo. Hey. Dag Renier. Ik ben Ed Alders, van TV Rijnmond. Ja. Dag Ed, welkom. Is prima. We komen even kijken nemen hier bij Meteo Consult. Lijkt me leuk. Okay. Deuren staan open, we gaan overal kijken. Ja. Ja, het is verdeeld in allemaal hoeken, zeg maar, waar de meteoroloog momenteel zijn weersverwachting aan het maken is. Dat kunnen Nederlandse weersverwachtingen zijn, of Europese, of verwachtingen alleen voor kranten of alleen voor radio. Ja, daar heb je dus de meteorologen aan die zijde. En aan deze kant zitten alle grafici van Meteo Consult. Dus de producten van de meteorologen daadwerkelijk omzetten in een kleurig product voor een krant. In begrijpelijke taal. Juist, zo is dat. Ja. Want meteorologen spreken natuurlijk nooit in begrijpelijke taal. En het is hun taak om daar een mooi plaatje van te maken met kleuren. Hier is heel leuk, je kan het zien. Hier is Johan bezig. Om nu de Algemeen Dagblad weerkaart op te tekenen. Oh. Zie je dat? De meteoroloog heeft, laten we zeggen, in potlood de kaart gemaakt. Ja. En hij maakte nu een, de eindkaart, zoals die in de krant staat. Maakt hij ervan. Je ziet in dit moment zie je de kleurzones dus erin komen. Van, ik neem aan Europa. Is dat zo? Is dit Europa? Ja, dit is Europa. Ja. Kan je nou niet eens zien dat het Europa is? Nee, precies. Maar het werkt met paskruisen, dus uiteindelijk weet je precies waar je zit. Nou, we zijn hier dus, dat is duidelijk, bij Meteo Consult. Je hebt ook het KNMI. Nou, het KNMI gaat commercieel hebben in januari. Ja. Holland Weather Services. Ja. Eindelijk. Wat vinden jullie daarvan? Ik vind het een hele goede zaak. Ja. Extreem goede zaak zelfs. Want tot nu toe is het steeds zo geweest dat je natuurlijk zelf als Meteo Consult commercieel op de markt zit. Ja. En het KNMI op zich niet. Nee. Maar toch zich wel in de markt begeeft met producten. Ja. Maar als je niet commercieel bent, kan je elke prijs rekenen die je wilt. Met andere woorden, je kunt ook hele lage prijzen rekenen. Ja. Dat heeft ons nu, vanaf onze oprichting in 1986, behoorlijk veel, behoorlijk dwars gezeten eigenlijk. Dat wij een product ontwikkelen, voor wat voor bedrijf dan ook, voor een bepaalde prijs. En dat dan het KNMI met hetzelfde product komt voor een derde van de prijs. Ja. Als zij commercieel gaan, hebben we dat hele probleem niet meer. Dan zijn we gewoon eerlijke concurrenten van elkaar. Ze gaan de prijzen naar beneden hier. Ja, of daar omhoog. Ja. Want weet je wat het is? Je weet het zelf ook. Het kost gewoon best wel veel geld om een weersverwachting te maken. Je hebt ontzettend veel dingen nodig. Ja. Mensen, goede mensen, goede apparatuur. Ja. En wij hopen dat er nou eindelijk een tijd aanbreekt van eerlijke concurrentie. En dat is voor de meteorologie goed en voor de gebruiker goed. Ja. Voor de mensen thuis. Ja. De Meteo Consult bestaat al vanaf 1986. Ik kan me dat nog heel goed herinneren, die begintijd. Want ik vond zelf, zeg maar, toen die weerberichten van jullie zo, moet dat zeggen, toch altijd weer eventjes net een schepje erbovenop. Bedoel je qua, hoe bedoel je dat precies? Nou, bijvoorbeeld met sneeuw, weet je wel, als er sneeuw aangekondigd werd, dan het KNMI verwachtte dan bijvoorbeeld maar een centimeter en jullie gelijk een pak. Ja, ja. Weet je ook wat ik bedoel? Ik begrijp wat je bedoelt, maar of het zo is, weet ik niet. Omdat we dezelfde informatie gebruiken natuurlijk, zoals je weet. Dat vind ik ook, hè, dat soms die verwachtingen zo erg uiteenlopen. Als je dan bijvoorbeeld de verwachting bekijkt van het KNMI en dan van Meteo Consult, jullie gebruiken toch dezelfde modellen. Ja. Hoe komt dat dan? Heeft dat te maken met een eigen interpretatie op historische gegevens? Denk je dan toch als meteoroloog zijnde van nou, het is vroeger zo gegaan, het zal dan zo gaan? Nou, dan denk je dat ze in de beeld meer tussen vier muurtjes zitten en jullie, het is hier wel wat opener zie ik, dus jullie wat meer naar buiten kunnen kijken. Nou, nee, dat... Ik denk dat je dat zelf ook wel ziet. Ja, soms zijn de dat is zeker hele zo. Grote verschillen. Soms zijn er verschillen heel duidelijk. En weet je waar het volgens mij voor een belangrijk deel in zit? Nee. In het gebruik van één extra model, namelijk het Duitse Fine Mesh. Ja, ja. Het Duitse Fine Mesh is een model wat twee keer per dag uitkomt. Ja. En wat met een hele hoge resolutie, met hele hoge nauwkeurigheid moet ik eigenlijk zeggen, het weer voor West-Europa uitrekent. Ja, en daar hechten wij als Meteo Consult vrij veel waarde aan. Ja. Maar het wordt door het KNMI, zover ik weet, niet als zodanig gebruikt, omdat zij een eigen model hebben, namelijk het HIRLAM. Denk je dat ze daar te veel mee bezig zijn met dat eigen model? Nou, ik weet niet of het een goed model is of niet, maar ik weet wel dat het Duitse model zo is. Ja, ik gebruik het zelf ook, het Duitse model, en ik vind het niet slecht. En vooral in wintersituaties, juist vaak met oostenwinden eigenlijk, als een hoog bij Scandinavië ligt, boven Scandinavië, hebben hun meestal gelijk. Zo,
Nou, dan zijn we weer bij een vast onderdeel aangekomen. Het bekijken even van mijn weerpraatje. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. We beginnen natuurlijk met de lieden. Leuk. Welkom bij het weerbericht. Oh, ze zijn laat te weten. Ja, regen, van twee dagen geleden. Nog eens regen. Ja, we mogen rust spreken over de zondvloed. Zoveel regenwater is er naar beneden gekomen. Het zwaarst getroffen is Goeree-Overflakkee. Nou, dinsdag krijgen we een lichte weersverbetering met een nadruk op licht. We hebben te maken met veel bewolking. Misschien dat de zon er even achteraf mee, maar buien. Nog steeds moeten we rekening houden overdag met de nodige buien. Alleen in de ochtend nog eventjes dan en in de avond. Maar. Hij zat eigenlijk in een daalzone tussen twee regen. Ja, precies. Het was heel mooi op die satellietfoto ook. Klopt, ja. Straks na de reclame, dan krijgen we... Het is het korte weerbericht. Ja. Normaal is het dan ook nog een lang weerbericht. En dan ga ik dan nog 3 dagen verder, zeg maar. Ja, maar dit geeft een hele leuke impressie. Leuke kaarten sowieso. En ik vind het leuk om te zien. Ja? Ja. Het valt je niet tegen. Het is natuurlijk sowieso een hele interessante situatie. Met die beelden erbij. Ja, het is ik vind het leuk. Leuke combinatie van beelden met weerkaarten. Dus niet alleen weerkaarten, maar ook niet alleen beelden. Nee. En verder hele duidelijke informatie. Ja, ja. Heb je nog advies? Advies? Nou, nee. ik zou niet zeggen van, dit moet je zo doen of dat moet je zo doen. Nee. Ja, oké, dat is goed. Ik zou zeggen, ga zo door. Ja, prima. Zeker, ja. Nou, ik denk dat we maar eventjes naar boven gaan. We gaan het dak op voor de 3 steekvragen. Je bent helemaal eigenlijk gestoord van tornado's. Gestoord? Nou, je vindt het in ieder geval waanzinnig leuk. Ja, ik vind het mooiste verschijnsel wat er is. Je bent ook zelfs naar Amerika geweest? Ja, 2 keer. En alleen maar om tornado's te zien. Wat was je ervaring daar? Ja, meteorologisch maak je gewoon heel erg veel mee. Onweersbuien daar zijn, onweersbuien waar je hele leven aan terugdenkt. Ja, ja. Qua vuurwerk, qua wind, qua hagelstenen, qua wolkenformaties, dat zie je in Nederland zelden. En toch hebben we niet eens die tornado gezien in de 2 keer dat we geweest zijn. Dat is wel jammer natuurlijk. Dat is wel jammer. Ja. En toch kijken we met alleen maar prachtige herinneringen terug. Wel een leuke ervaring, hè? Ja, omdat je toch zoveel ziet. Ja. Je had toch zeker niet zo'n car waar je met allemaal van die bolletjes, zoals in die film van Twisten. Nee, het waren alleen hamburgers die misschien de lucht in gingen, maar die bolletjes die hebben we thuis gelaten. Is dat trouwens nog een beetje realistisch, die film Twisten? Nou, wetenschappelijk gezien wel. Ja. Maar wat weer niet realistisch is dat je van die tornadojagers op 1 dag gewoon eventjes 4 tornado's ziet afrijden. Ja, de werkelijkheid is dat je 10.000 kilometer moet rijden en dan zie je er misschien eentje. Ja, is het zo? Ja, dat geldt ook voor beroeps tornadojagers. Zo. Ik zou graag een foto willen maken. Dat is ook weer een vast item, zeg maar. Misschien met deze regenmeter hier zo. Regenmeter? Hoezo? Dit? Of is het geen regenmeter? Nou, niet echt. Oh, nee, niet echt, nee. Nee. Dat lijkt er wel op. Ik kan die kap er wel vanaf halen, maar we worden ze een beetje boos beneden, want dat is van de airco. Zie je? Volgens mij. Ja, van een afstandje lijkt het op een regenmeter. Ja, je zou er wel eentje van kunnen maken. Ja, dan. Precies. Ja. Ja. Zo. Downloaden met die handen. Hij staat erop. Zoals dat zegt. Ja. Ja, hè? Ja. Wordt, tenminste, downloaden is iets binnenhalen. Maar ja, dat is waar. Ja. Dit is eigenlijk uploaden. Eigenlijk moet en dat uploaden. Ja. Dus dat is prima. Oké. Bedankt. Mooi, graag gedaan. Nou, de 3 vragen, Reinier. Ja. Maar voor het zover is, wil ik je eerst nog even iets aanbieden. Oh, dat vind ik leuk. Ik zou het heel sportief vinden als je het op zou zetten. Het is een Zuidwester. Je hebt hem de afgelopen dagen al nodig gehad. Ja, maar nou niet meer. Ik denk de komende herfst ook. Je collega's zijn je voorgegaan. Ja, weet je dat? Ja. Ja. En ik heb je tot nu toe al leren kennen als een echt hele sympathieke weerman. Dus dan moet ik daar ook wel van gaan bedoelen. Ja, precies. Wat moet ik ermee doen? Moet ik je nou opzetten dan? Ja, opzetten. En dan ga ik je die 3 steekvragen. Met dit ding op mijn kop? Ja. Nou, gaat hij dan, jongen? Moet ik hem misschien nog even vastmaken? Nou. Ik vind het wel een beetje gemeen dit, hoor. Heb je hem bij jezelf al eens opgedaan? Nee. Nee? Ja, dat bedoel ik nou. Want ik ken hem weer nou. Ja. Nou, de eerste, dat is dan herfst. Met zo'n ding op je kop Zuidwest 9 trotseren. En een beetje streamen en de regen eroverheen, maar dat gaat nog met zo'n gek ding. Nee. Ja. Nou ja, de tweede, dan tornado's. Ja, het mooiste weersverschijnsel wat er bestaat. Niet om het zelf echt over je heen te krijgen, maar wel om vanaf de rand, denk ik, mee te mogen maken. Ja, ja. Nou, dat vind ik mooi om te horen. Ik zou het zelf trouwens ook wel ooit een keer willen beleven, zoiets. Ja. Naar Amerika gaan. Maar jij weet meteen van Rijnmond een keer met Ed in de weer. Gaan we tornado chasen daar zo. Dat lijkt me prachtig. Ja. Prachtig reportage van maken. Wij gaan volgend jaar weer, dus... Ja. Oh, misschien kan ik wel mooi. Ja, oh, ja, daar praten we zo meteen naar de uitzending al over. Wel zonder die kap. En dan de derde, zonne-index. Zonne-index? Ja.
Ja, ik zit zelf lekker in de zon en die hele zonne-index en zonnekracht, ik vind het meteorologisch gezien, ik hou er niet zo van. Omdat je met zonne, met in de zon zit altijd natuurlijk op je hoede moet zijn en voorzichtig moet zijn, maar het pretendeert zoveel. Als nou kan je 35 minuten in de zon zitten en niet langer. Ja, precies. En ik hou er niet zo van. Eén allerlaatste vraag als het mag. Ja, tuurlijk. Zeg het maar. Wat denk je 's morgens het allereerste aan als je uit bed komt? Wat ik aan denk? Ja. Of wat doe je eigenlijk het eerste als je uit bed komt? Zo moet ik het eigenlijk zeggen. Ja, ik denk misschien even mijn ogen wrijven, want ik ben geen ochtendmens. Ja. Maar dan toch vrij gauw de gordijnen open doen om te kijken van ja, wat voor weer het is. Dat is toch eigenlijk wel het eerste wat ik doe. Kijken wat voor weer het is. Nou, dan ben je bij mij een goede weeramateur. Of tenminste, een weeramateur mag je natuurlijk niet zeggen, een meteoroloog. Oh. Want je hebt gewoon ook nog IR voor je naam van zelfs. Ja, dat klopt, ja. 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 Nou, hartstikke geweldig. Ja, dankjewel. Ik vond je heel sympathiek. Ja, vond het leuk om mee te werken. Ja, ik hoop je ook nog eens een keer ergens te treffen. Ja? De wereld is klein, we zijn collega's. Dus, oké, okay. Tot ziens. Je kunt naar beneden dus, ja. Je weet de weg. Ja. Trap naar huis af en dan ja, beneden, dan komt het goed. Prima. Ja? Dankjewel. Het zit er alweer op, een aflevering van Ed in de Weer. Nou, ik denk dat het best wel leerzaam was. En vooral op Petje van Renier vond het heel grappig staan. Volgende week ben ik bij u terug bij weer een nieuwe aflevering van Ed in de Weer. Tot dan.